In deze video leer je een pad aanmaken. Tijdens het hoofdstuk over frames heb je een aantal frames aan je presentatie toegevoegd. Aangezien een frame ook meteen toegevoegd wordt aan je animatiepad, zijn een aantal punten van de verhaallijn reeds in orde. Klik op een thumbnail in de linkerzijbalk of Path Sidebar. Prezi zoomt automatisch naar dat onderdeel van het pad. Je ziet hoe je presentatie zichtbaar zal zijn op het scherm. Klik in de Path Sidebar, de zijbalk, op Edit Path. Je gaat een punt in je verhaallijn toevoegen aan je pad, namelijk toon de titel Recept Pizza Mozzarella. Zoom in en zorg dat, indien mogelijk, enkel de titel in beeld is. Klik op de titel Recept Pizza Mozzarella om het object toe te voegen aan je pad. Het aangeklikte object, de titel, wordt nu achteraan toegevoegd aan het pad en krijgt een volgnummer. De nummers van de thumbnails komen overeen met de nummers van het pad op het canvas. Je gaat een volgend punt in je verhaallijn toevoegen, namelijk toon opnieuw een overzicht van de ingrediënten. Het kan handig zijn om af en toe je overzicht nog eens te tonen tijdens je presentatie. Vergelijk het met een helikopterview of even dat stapje terug doen om het op een afstand te bekijken. Klik dan eerst aan de rechterkant op het huisje om het volledige overzicht zichtbaar te maken. Zoom nu zo ver mogelijk in tot enkel het frame met het overzicht van de ingrediënten op het scherm staat. Klik links onderin de Path Sidebar op Add Current View. Het beeld van het overzicht van de ingrediënten dat je dan op je scherm ziet, wordt aan het pad toegevoegd. Prezi maakt dan zelf een onzichtbaar kader, Invisible Frame, van het huidig beeld en voegt dat ook toe aan het pad. Voeg nu ook de andere objecten uit de verhaallijn toe aan het pad. Dit hoeft nog niet in de volgorde te zijn waarin je ze wilt presenteren. Je kunt het pad later ook nog wijzigen. Klik op Done en test je pad via Present.